zaterdag 26 mei 2018 en het is er weer tijd voor de 14e editie van het Emporium. Dit jaar staat alles in het teken van film en Hollywood, dus wij gaan ook op jacht naar de favoriete films van de bezoekers. Camera's klaar, licht en actie! Wiegse artiest op het Emporium, is dat nou thuiskomen? Ja, dat voelt als thuiskomen. We hebben zo'n leuk feest gehad daar straks. Ik mocht 1 uurtje draaien, was eigenlijk te weinig. Maar goed, het was, op het einde was het weer helemaal los. Top. Dames, een dag Emporium 2018. Hoe zouden jullie dit omschrijven in 1 film? Ik zou zeggen de Titanic, omdat er zoveel liefde overal is en het is lekker weer. Ik zou het omschrijven als The Beach met Leonardo DiCaprio. Mooie mensen aan het strand. Een hele foute film, geen Hollywood film, dat niet. Meer een New Kids-achtig soort film. Oh, dat durf ik jou niet zeggen. Misschien The Godfather, dat kan misschien wel. Waarom? Omdat er hier ook heel veel dingen gebeuren die je niet in de camera mag zeggen. Emporium omschrijven in 1 film? Ja, ik denk toch dat ik zou omschrijven als Bambi. Aan het begin van de film wordt die moeder afgeknald, was even kut in de wachtrij in de zon. Maar de rest van de film is gewoon prachtig. Ik vermaak me nu ook, dus ik zou toch Bambi zeggen. Voor mij is het Back to the Future. Back to the Future, waarom? Ja. Hier komen allemaal films terug die ik al eens gezien heb. Ik zou die ook nog graag eigenlijk willen zien. Cape Fear. Oké, waarom? Gaat alle kanten op.